fakkel. Een fakkel kun je op verschillende manieren maken. Je kunt een fakkel maken door katoen, door stof of jute zakken te dompelen in lampolie. Even vastzetten misschien met een ijzeren draadje, zodat als die brandt er geen stukken naar beneden vallen. Je kunt het heel eenvoudig maken met berkenbast. In berkenbast zit olie in. Of wat harsschrapen van een naaldboom. Brandt ook heel goed. Je kunt ook een fakkel maken bijvoorbeeld van rietsigaar. Rietsigaar dopen in olijfolie of in lampolie. Je kunt op verschillende manieren een fakkel maken. En elke fakkel die brandt op zijn eigen wijze en heeft een bepaalde brandduur. Doe ik er nog meer stof omheen, brandt het nog langer. Sommige branden heel fel, sommige heel lang, heel kort. Wat is je doel? In ieder geval licht brengen. Dat mag duidelijk zijn. Ik wil een klein stukje lezen. Twee stukjes uit Matthäus 5. Jullie zijn het licht in deze wereld. En een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat, onder een emmer weg te zetten. Nee, men zet hem juist op een standaard, zodat het licht geeft voor iedereen in huis. En zo moet ook jullie het licht laten schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En wij hebben dus de opdracht om het licht te laten zien. Om het verschil te maken. Licht brengen in het donker. Mensen perspectief geven. Nou, dat is een prachtige metafoor natuurlijk. Maar laten we ook even lezen wat ervoor staat. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden. En vervolgen even allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich je, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. En dan pas komt een stukje over het licht. Dus het is niet alleen maar even gezellig, leuk lichtje zijn. Nee, sterker nog, Jezus waarschuwt dat als je voor hem kiest, mensen je al snel in een verkeerd daglicht zullen zetten. Je vals zullen gaan beschuldigen. Paria worden, een verschoppeling. Als ik naar mijn leven kijk, en zolang ik Jezus volg, dan herken ik dat heel erg. Als christen word ik ook soms raar aangekeken. Men lacht je soms uit, omdat je het altijd over Jezus hebt. En ze vinden je soms lekker zweverig en kijken je met een nek aan. Men vindt soms dat je niet met beide benen op de grond staat. Ik ben zelf door collega's op een basisschool ooit een keertje uitgemaakt voor godsdienstwaanzinnigen. Toch dan ben ik liever een dwaas in de ogen van de mensen dan een dwaas in de ogen van God. Kijk, er zijn natuurlijk landen waar je als volgeling van Jezus ook echt vervolgd wordt. Volg je Jezus, dan word je vervolgd. Dan ben je je leven niet zeker. Ze kunnen niet openlijk uitkomen voor hun geloof. Ze kunnen niet openlijk uitkomen voor Jezus en over hem praten. Hun geloof kan hun het leven kosten. En toch ook jij en ik. Wees niet alleen licht, maar wees ook het zout. Zout geeft smaak, zout reinigt, het zuivert. En zo mogen jij en ik ook smaakmakers, smaakversterkers zijn als het ware in deze wereld. Wij mogen getuigen hoe Jezus onze redder is en hoe zijn bloed jou en mij reinigt en zuivert. En dat is de reden dat we het licht mogen aansteken. En dat is de reden dat wij het licht mogen laten zien in deze wereld. Geen gezellig kaarsje, maar een lichtsignaal als een vuurtoren, een lichtbaken. Hashtag hoe dan? Hoe doe je dat? Dat lezen we hier ook. Namelijk door ons gedrag. Door ons gedrag en onze daden mogen wij het licht laten schijnen. Geven we God, onze Vader, alle eer. En eren we Jezus. Dus door je gedrag en je daden. Hoef niet altijd met woorden. Wel, laat het vooral zien. Shalom.